Er is geen klimaatcrisis. Hè. De tal van wetenschappers, gerenommeerde wetenschappers, dat zijn er niet honderden, dat zijn er duizenden. Je kunt ze bijvoorbeeld vinden op de website van Clintel, die stellen dat. Dat zijn natuurlijk niet wetenschappers die worden betaald door de klimaatindustrie. Het zijn ook geen wetenschappers die een podium krijgen in onze media, maar ze zijn er wel. En die stellen natuurlijk, er is wel sprake van klimaatverandering. Klimaatverandering is van alle tijden. Maar dat er geen sprake is dus van een klimaatcrisis. Hè. Dus de temperatuur vooruit lijkt iets toe te nemen de afgelopen decennia, maar 1000 jaar geleden was het net zo hoog. En tijdens het begin van onze jaartelling ook. En rond 1700 was het weer heel koud. Met de kleine ijstijd hebben we die ijsportretten van. En nu neemt het weer toe. En het heeft heel waarschijnlijk te maken met zonnecycli. Het is echt helemaal niets aan de hand. Er zijn ook niet meer weersextreem. Het is gewoon niet waar. Het is niet het geval. Er zijn dus niet meer bosbranden. Er zijn niet meer orkanen. Er is ook niet meer schade. Want je moet te corrigeren voor het feit dat we veel meer bebouwing hebben nu wereldwijd. En dit alles is bijvoorbeeld terug te zien, heel toevallig, in een mooie film die uit is gezonden. Ze waren op de NPO gisteren, voorzitter, door Ongehoord Nederland uiteraard. Heet Climate the Movie. De mensen kunnen het allemaal nakijken. En ja, CO2 is dus ook geen probleem. Hè? Dat is dan de conclusie. CO2 is geen probleem. CO2 is eigenlijk heel mooi stofje, want het zorgt ervoor dat de planeet nu eigenlijk groener is dan het decennia lang is geweest. Dus ja, we gaan nou op dit moment maniacaal die CO2 reduceren. Terwijl dat wat ons betreft, Forum voor Democratie, helemaal nergens voor nodig is. Maar wat we wel doen, en daar gaat nou mijn betoog vooral over, is dat we in de tussentijd heel veel schade aanrichten. Vooral, en dat verbaast me elke keer weer, ook van linkse partijen trouwens, aan de natuur, aan ons milieu. Hè. Dus we redden zogenaamd het klimaat. Ondertussen vernietigen we echt de natuur. Ik heb het vaker opgemerkt, hè, die windmolens die we plaatsen, die verstoren het zeeleven, die hakken alleen al in Nederland elk jaar 10.000 vogels tot gehakt. Dan heb ik het niet gehad over de biomassa, we hebben het net ook genoemd. Dus hele bomen die worden verbrand. Dan heb je natuurlijk het feit dat we dus allemaal zware stoffen moeten delven voor die accu's, voor die elektrificering. Dan gaan ons hele wagenpark gaan we de facto natuurlijk weer vervangen, want het moet allemaal elektrisch. Dus de belasting voor het milieu is ongekend. De natuur wordt vernietigd. En ja, onze energievoorziening is ook de klos, want die kan het niet aan. Het net lijkt nu al vast te lopen, dus daar gaan we ook grote problemen krijgen. Hebben we nu al. En het is al genoemd onze economie. Hè. We hebben nu de hoogste energieprijs in kilowattuur van heel Europa. We zien de bedrijven uit Nederland vertrekken daardoor, door die krankzinnige klimaattransitie. Dus we hebben al een aluminiumbedrijf gehad in Groningen, dat is vertrokken. We hebben een zinkbedrijf, ook energieintensief, wat is vertrokken uit Nederland. En we zien dus dat langzaam maar zeker Nederland en eigenlijk heel Europa deindustrialiseert. En ja, dat werd net ook terecht al genoemd. Dat zorgt natuurlijk voor armoede, hè? Want het wordt dan steeds moeilijker om rond te komen, want dat kost natuurlijk heel veel van onze welvaart. En vooral mensen met een kleine beurs zullen hier die zullen de klos zijn. En dus het is alleen maar vernietiging, alleen maar ellende, zowel voor onze natuur, voor onze economie, voor onze energievoorziening en tot slot, voorzitter, dat we het toch ook even benoemd hebben, ook voor onze vrijheden. Hè? Want wat je nu ziet gebeuren, is namelijk zo'n ongelofelijke cult, dat zelfs de vrijheid van meningsuiting door dat klimaatgeloof onder druk staat. Hè? Om één voorbeeld te geven, we zien dat met One Health, hè, daar wordt dus volksgezondheid gekoppeld aan die klimaatideologie. En daar wordt in zekere zin gesteld dat klimaatverandering ook gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Nou, dat is natuurlijk totale lariekoek. Maar dat is opgenomen in de artsencode, in de KNMG-artsencode. We hebben de Kamervraag over gesteld. En het is dus nu zo, en heeft de minister, niet deze minister, maar de minister van Volksgezondheid nu laten weten vorige week, dat artsen in feite niet meer kunnen zeggen straks van ja, er is geen klimaatcrisis. Het is helemaal niet gevaarlijk voor de volksgezondheid, want dan zijn ze de overtreding van die code. Dan kunnen ze aangepakt worden. Er zijn dus ook wetenschappers, artsen, en die kunnen al vervolgd worden, kunnen uit hun beroep wellicht zelfs ontzet worden. Dus zover, dat is ook het einde trouwens van de kritiek, dus ook het einde van de wetenschap. Dus we zien aan alle kanten dat ons hele stelsel staat onder druk, inclusief onze kernwaarden, in dit geval dus de vrijheid van meningsuiting. Dus ja, wat Forum voor Democratie betreft moeten we daar zo snel mogelijk mee stoppen. En dat betekent uit dat Parijsakkoord, dat betekent natuurlijk uit de Europese Unie. En alleen zo kunnen we voorkomen dat we dus eigenlijk alles kwijtraken. Hè? Onze economie, onze vrijheden en onze welvaart. Dank u, voorzitter.